Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denniske, en vandaag hebben jullie episode 31 van Facecam Vrijdag. En vandaag zo'n Team Deathmatch op, op Hydro. Toch handig dat je het mooi kan zien als je op select drukt. dat scheelt, dat kan volgens mij op Ghost niet. In ieder geval, ik weet daar nooit de map, dus, en ik kan ook nooit vinden hoe die heet. En er zit iemand onder mij. Nou is het, ik wil zeggen, is de vraag, spring naar beneden of niet? Want meestal spring je recht voor die enemies naar beneden, weet je wel. En, er stond geen naam bij, dat is leuk. Leuke verrassing. En daar zit een snipe camp, denk ik. Even snel. We gaan even kijken dat die enemies van, ik wil zeggen, van achter kunnen verrassen. Maar nou moet ik oppassen, want ik heb geen Sanus'er. Hopelijk springen ze recht van mijn neus naar beneden. Dat zou echt ideaal zijn. En... Nee? Oké, dan gaan we hier even kijken. Oké. Ik weet niet waarom, ik heb helemaal geen zin om met submachine guns te spelen. Maar dit ding heeft gewoon een Sanus'er en dat is best wel handig voor Free For All. Want dit is Free For All en bij Free For All zijn de spawns echt dodelijk random gewoon. Ze spannen echt gewoon de ene kant daar, draaien om en staan ze alweer daar. En heel verwacht, want... hier was een enemy en die had mij ook wel gezien. Hoe de fuck? Hij liep gewoon door. Had hij mij niet gezien. Dat is best wel random. Want ik stond echt recht voor zijn neus. Oh, mooi. Die hebben we. En als je nou op de kaart kijkt. Iedereen van mijn team is links. Dus de kans is heel groot dat de enemies hier spawnen. Dat wil niet zeggen dat het zo is. Maar de kans is aanwezig. En ik zie eigenlijk helemaal niks. Dus dat vind ik best gek. Als je boven kijkt. Oh, hallo. Echt serieus. Er is iets met dit spel. Maar iedereen gebruikt tegenwoordig snipers. Dat is echt. Het is gewoon... de sniper apocalypse ofzo. Ik weet niet of dat bestaat. En sowieso bestaat het niet, want... wat? Maar niet uit. Oh, ik moet niezen. Oh, fuck. Gelukkig dat we die kill hebben. Ik moet hier wel weg, dat weet ik ook. Moet ik heel snel zijn. Nou, kill ik mezelf met mijn lightning. Woe, close enough. Nog net niet dood, maar ik denk dat ze daar ook wel weer naar boven zullen gaan. Dus ik moet daar sowieso weg. En dit is niet heel ideaal. Dit is de spawn, maar ik denk dat ze daar niet meer gaan spawnen. Ik heb het idee dat ze... oh shit, daar liep een enemy. Fuck it, teammate. Alsjeblieft, snel, alsjeblieft. Goed zo, jullie zijn loka's van mij. Jullie zien waarschijnlijk wel, mijn aim is gewoon helemaal off. Ik ben gewoon echt totaal niet gefocust aan het spelen. En ik zit maar gewoon een beetje te sprayen. Een beetje die R2 knop in te drukken. En R2, ja, het is nog steeds PlayStation 4 controller. PlayStation 3 gameplay. En ik heb toevallig net deel 2 geüpload van Road to Life Free For All Campsite. Dat was op de PlayStation 4. Alleen er is iets met mijn render settings. Ik heb het idee dat ze niet optimaal staan. Dus moet ik even kijken hoe ik die kan veranderen om het beeld beter te krijgen. Want ja, ik wil altijd naar werken om iets beter te krijgen dan dat het was. Altijd verbetering zoeken. En nee, ik wil niet dood. Niet heel veel mensen willen graag dood natuurlijk, maar... ik heb mijn chopper. Ik wil alleen de chopper afhalen. Oh shit, ik kilde hem op. Oh nee! Ah, dit was zo onterecht. Oké, fuck hem. Die kan ik krijgen. Eigenlijk als ik nou hier blijf, hè. Dan blijft mijn chopper boven hun hangen. En dan blijven ze hun spawn killen met die chopper. Alleen, ik ga kijken of dat werkt als ik hier ga liggen. Ah, wat de fuck is dit? En ik dacht, laten we die Dragonfires nemen. Want ik kom me nog herinneren, die Dragonfire was enorm slecht. En in Ghost heb je ook zo'n soort ding. Dat is ook zo'n vliegtuigding. Alleen die is fucking sterk. Dus dat ik denk van, hoe was dit ding ook weer in Black Ops? Dus, ik vind hem niet heel slecht. Maar volgens mij gaat hij heel snel uit de lucht. Die ding kan echt helemaal niks hebben. No, waarom kan ik je niet doorheen schieten? Oh shit. Oppas dat die kerel mij daar niet kapot schiet. Kom hier, kom hier. Ah, juist. Ik heb hem. Dat zijn die enemies. Ze spannen wel. Nee, ze lopen naar mij toe. Ze spannen niet mij. Hoppakee. Ja, juist. Hier, nou spannen ze wel allemaal bij mij. Fuck them. Hoppakee, sterf. Oh, check die feet. Met zijn heli. Holy shit. Dit ding is fucking nice. Awesome. Waar de fuck zijn die enemies? Waar zijn die enemies? Oh, 22-1. Holy fuck, dit ding is best goed hoor. No shit, ik heb dit ding nooit gebruikt man. Omdat hij altijd gelijk de lucht geschoten wordt. En ik heb hem nou en nou is gewoon het beste. Het is beter als een swarm en als dogs en alles bij elkaar. Holy fuck. 26-1. Woe. Enemies hier, maybe. Even kijken. Eigenlijk wil ik niet doodgaan. Ja, de kans is vrij groot dat ik wel doodga. Maar what the heck man. Ik zit ze gewoon kaart te spawn killen. No spawn protection. Holy shit, dat is zo chill hè. Of ja, eigenlijk is het niet chill. Want spawn protection hoort. Als je het mij echt vraagt naar mijn mening, dan vind ik dat het hoort. Alleen, het is toch wel leuk om zo al die kills te kunnen maken natuurlijk. Nee, ik ga niet dood door jou. Niet door jou. Ik zit ook echt gewoon totaal niet serieus te schieten. Kijk hoe ik zit te sprayen. En zoals die dat ik spawnen, de kans is best wel aanwezig. Teammate gaat hier dood, dat is ook niet voor niks. Ha! We zijn 28-1. Ik wil 30-1, ik wil 30 kills. Dus raak. Een beetje alles op de muur geschoten. Een beetje heel veel eigenlijk. Waar zijn ze? Ik kan dit niet vertrouwen. Ik heb het idee dat daar enemies vandaan komen. Terug, hier kijken rechts. Hier zit sowieso iemand. Show your face. Maar dan denk je, oh shit, dat is dat enemy. Oh yes! Ha! 30-1, holy shit. We gaan dit winnen, want ik heb tot 75 kills. Trouwens, als we dit gingen verliezen, dan, ik zweer het je, dan ging ik me eigenlijk echt snijden ofzo. Want dan gaat het echt te ver. Dan zijn die mensen gewoon zo uber slecht in mijn team. Als ik 30 kills zou maken, 1 dead en we zouden alsnog verliezen. Dan, het kan altijd, want vaak zat het team is allemaal 0 om 12 staan, of 0 om 20 soms zelfs. En dan net niet. Meestal hebben ze dan wel 1 kill. Ik kan er eventjes mijn streaks in. Haal ik er nog? Ja, weg hier, weg. Ik wil niet dood, ik wil niet dood. Zal het? Nog eentje, nog eentje. Nee, ik denk ik zal mijn laatste kill in mijn lightning. 32-1. Woe! Oké, dat had ik niet aan zien komen, jongens. Het is lang geleden dat ik Team Deathmatch heb gespeeld op Black Ops. En Black Ops, het is een leuk spel, maar ik speel natuurlijk niet zoveel meer vanwege Ghost. En ja, ik heb het idee dat in dit spel alleen nog maar snipers zitten. En ineens, bij het begin kwam ik alleen maar snipers tegen, daarna ineens niemand meer. Die zat heel tot erboven, die zag me niet, ik kwam heel van achter. Dus dat was slim gespeeld. Maar die voor Ghost leuk vonden. En als je leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe. We'll be right back.